het belang is om het Twentekanaal bevaarbaar te maken voor grotere schepen. We noemen dat met technische termen klasse 5A schepen die een diepgang hebben van 2,80 meter. Daardoor kunnen er meer containers in dat schip. En daardoor kan er meer lading per schip worden vervoerd over de Twentekanalen. Naar bijvoorbeeld de laad- en loskade van het XL-park. Maar ook verder de Twentekanalen in richting Dollegoor. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het uitdiepen van onze eigen havens. En voor het aanpassen van de kades van die havens. Als mede de koppen van de insteekhavens. Die moeten ook aangepast worden om die bevaarbaarheid voor die schepen mogelijk te maken. En dat kost 3,9 miljoen euro. En daarvan krijgen we 1,2 miljoen euro gesubsidieerd vanuit de Europese Unie. Het Rijk staat aan de lat voor een tientallen miljoenen investering als het gaat om het bevaarbaar maken van het kanaal zelf. En die kaders moeten we aanpassen. Maar als het gaat om het uitdiepen van de havens zelf, maar ook bijvoorbeeld het stuk naar het XL-park toe, dat is gewoon heel erg van belang voor de economische ontwikkeling. Zodat bedrijven het aantrekkelijker is voor bedrijven om zich daar te vestigen. En dat uitdiepen is natuurlijk ook belangrijk, want dan kan er eventueel een extra laag containers op, hè? U zegt dat goed. Er kan inderdaad een extra laag containers op en daardoor is het ook rendabeler voor bedrijven die hier gevestigd zijn of zich hier willen vestigen om het vervoer vanuit de haven in Rotterdam niet via de weg te doen, dus niet via de vrachtwagens, maar via het water. Dat is duurzamer en dat is daardoor ook goedkoper en daardoor hopen we op die manier als vestigingsplaats aantrekkelijk te zijn als stad. Ja. Nou, de eerste aanbesteding is eigenlijk mislukt, hè? Hoe gaat het nu verder? We wachten daar op een antwoord van de minister. De minister moet een nieuwe aanbesteding gaan uitschrijven. Die rekening houdt met de kwelproblematiek. Dat is problematiek dat op het moment dat je het Twentekanaal uitdiept of verbreedt, dat het water daardoor op ondergrond, zeg maar onder de damwanden door, op de weilanden komt te staan. Nou, ik meen dat het bij Bornebroek het geval is, hè? Ja, en dat moeten we zien te voorkomen. Dat moet de Rijkswaterstaat ook zien te voorkomen. En daarom is die aanbesteding teruggetrokken. En we wachten nu op de beslissing van de minister hoe dit verder wordt gezet. Nou ja, de kaders zijn die wij nu gaan aanpassen. Hè, en aan gaan passen op grotere schepen. Die zijn allemaal openbaar toegankelijk.